In september heb ik jullie van alles verteld over het sprookje van de zes dienaren. Vandaag gaan we verder met het vorige sprookje in het Sprookjesbos. We gaan naar het kabouterdorp. Leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Zoals ik net al zei, ga ik jullie vandaag meenemen door het kabouterdorp. Ik ga jullie wat vertellen over de geschiedenis. We gaan een heleboel toffe details ontdekken. En verder, we zullen het zien. Maar laten we eerst gewoon eens wat toffe beelden gaan bekijken. Tweede sprookje van het Sprookjesbos. Het bestaat uit verschillende onderdelen. Ik ga gewoon de geschiedenis van het kabouterdorp een beetje met jullie doorlopen. En in die geschiedenis neem ik ieder onderdeel een beetje mee. We beginnen met het paddenstoelenparcours. Dat zie je hier achter me. Dat is het eerste onderdeel van het kabouterdorp. Dat is gebouwd in 1952 voor de opening van de Efteling. Er zitten nog geen kabouters in. Dus in die tijd werd er ook naar verwezen als zijnde de paddenstoelen. En dat zien we nog steeds terug op de wegwijzering. Verder is dit gebied eigenlijk niet toegestaan voor grote mensen. Dus wat ik nu doe is heel illegaal. Maar mondje dicht hè. Geheimpje tussen ons niet doorverklappen. Voor een keer moet het kunnen. De kinderen hebben geen last van me. Het is nu super rustig. Dit jaar is het paddenstoelenparcours natuurlijk uitgebreid verbouwd. Daar zijn super toffe details ook toegevoegd. Maar ik ga jullie nu gewoon even meenemen langs alles wat hier te zien is. We hebben bij de ingang begint een bordje waarop te vinden is dat ouders achter het poortje moeten blijven staan en dat het dus alleen voor kinderen is. We vinden een boekenplankje met kabouterboeken. We vinden een belletje, we vinden lantaarntjes, we vinden luikjes. En we vinden hier het picknicktafeltje waar ik nu op zit. Kijk, picknicktafeltje. En een kruiwagentje is er. Ja, het is echt een klein kabouterdorpje, alleen dan nog zonder kabouters. Ik ga het jullie laten zien. In 1972 is het grote kabouterhuis gebouwd. Dit is het laatste huis wat je tegenkomt in het kabouterdorp. En is ontworpen door Anton Pieck en uitgevoerd door Ton van der Ven. Ook hier vind je super veel toffe details. Binnen zie je vier rustende kabouters. Eentje daarvan leest in een boek. Het boek van het 30-jarig jubileum van de Efteling, als u het goed hebt begrepen.
En eens in de zoveel tijd wordt hier de bladzijde ook omgeslagen. Verder zien we veel rustende kabouters, we zien wat slapende kabouters. Buiten zien we een kabouter die aan het vissen is en we zien een kabouter die uit het raampje kijkt. We zien een eekhoorntje regelmatig naar buiten komen en een pieksmuisje. Links zien we een loden schoorsteentje dat door Marie van Heumen naar eigen zeg met een houten hamer is bewerkt in opdracht van Anton Pieck om hem een authentiek uiterlijk te geven. En ook binnen zien we heel veel verschillende pieks en muisjes, waarvan er eentje ook regelmatig naar een stukje brood vist. Verder, ja, heel veel te vinden hier. In 1974 werd het volgende onderdeel van het kabouterdorp geopend. Dat is de muziekboom met de muziekkabouter. Deze boom, die voor veel kinderen ook een geliefd klimobject is, bevat een gezicht. En je kan door de boom naar binnen kijken, dan zie je de muziekkabouter. Die speelt nu op belletjes, maar normaal speelt hij op zijn piano het bekende menuet in G. Wat we door heel het Sprookjesbos horen. Ook staat hier de eerste muzikale paddenstoel van het Sprookjesbos. Waardoor deze boom een beetje het idee wekt dat de muziekkabouter die we in de boom vinden, de muziek speelt voor heel het Sprookjesbos. Achter in het huisje waar je de muziekkabouter zit, komt af en toe nog een kaboutertje door een deurtje kijken. En verder zien we bladmuziek met erop de titel Per Jochem Opus 2, wat Latijn is voor de grap, tweede werk. Deze muziek is praktisch onuitvoerbaar en wordt dus ook niet echt gespeeld. Toegevoegd aan het kabouterdorp. Het huisje met de vissende kabouters en de schrijvende kabouter en het huisje hier achter mij met het waterrad. Ik begin met het huisje met het waterrad. Dit is ontworpen door Anton Pieck en uitgevoerd door Ton van der Ven. We hebben daar Tobbelientje staan. Die is bedacht door Henny Knoet. In eerste instantie zou deze er niet bij komen, maar deze is gewoon uitgevoerd in de vakantie van Ton van der Ven. Je kan je voorstellen dat deze daar misschien niet heel blij mee was toen hij terugkwam. Een leuke anekdote die we hebben over dit huisje. Bij de opening hingen er nog geen kleren aan het waslijntje. Toen is Marie van Heumen heel snel naar huis gegaan om wat kleding van zijn kinderen te halen, zodat ze die aan het waslijntje konden hangen. Zodat er natuurlijk wel iets hing tijdens de opening. Wat zien we hier verder? We zien dus Tobbelientje, we zien een waslijntje, we zien een waterrad. Dat waterrad was in de jaren 90 dusdanig uit evenwicht dat hij steeds vaker kapot was. Deze is later tijdens een grote opknapbeurt helemaal hersteld. En nu doet hij het gelukkig weer. En verder, niet heel veel details. We hebben nog een kabouter die komt af en toe buiten kijken als je aan de deurkruk van het hekje voelt. En er is een konijn die regelmatig even naar boven komt. Ik vind het wel een heel leuk huisje.
In het huisje met de vissende kabouters zien we beneden aan de buitenkant de twee vissende kabouters. Eentje in een bootje en eentje voor het huisje. Ook staat er een ding waar je in kunt roepen met een tof bordje ervoor. Als je daarin schreeuwt, kijkt een van de kabouters je aan. Verder zien we boven, binnen in het huisje, zien we de schrijvende kabouter. Deze is een mooi verhaal aan het schrijven. Af en toe kijkt hij even om naar langslopende bezoekers. Verder zie je hier een eekhoontje. Niels Kooijman, hier zijn eekhoontjes. Ga even kijken. En we zien heel veel boeken. Heel veel toffe details zijn hierin verwerkt. En die boeken zijn een hoop hidden gems. Misschien zijn het wel. Er staat er bijvoorbeeld een boek bij dat is geschreven door A. Van der Van. Wat een verwijzing is naar Tom van der Ven. Anton van der Ven. Dit boek heet ook O&O, wat een afkorting is van ontwerp en ontwikkeling. De afdeling waar Tom van der Ven de leiding aan gaf. Verder, je moet hier vooral zelf gaan kijken en ontdekken, denk ik. Ik vind het ook moeilijk te zien. Dit is nu wat donker in het huisje, maar er zijn hier heel veel toffe details verborgen. Verder zien we een schoorsteentje op het dak, af en toe nog een muisje naar buiten komen. We hebben een raampje waardoor je leuk naar buiten kunt kijken, waar papa's en mama's toffe foto's kunnen maken. Ja, ook dit is echt een tof huisje vol met details. De schrijvende kabouter in dit huisje komen we ook nog op een andere plek in het Sprookjesbos tegen. Het is namelijk Kokabouter. Schud alles lekker los, schud alles lekker los. Wrijf in je handen, wrijf ze lekker warm. Stap maar op je plot, stap zo hard je kan. Want daar word je warm van. Zoals alles in de Efteling heeft ook het kabouterdorp natuurlijk een verhaal. Sterker nog, er zijn er twee. Ik begin met het oudste verhaal wat je terug kan vinden in de sprookjes van de Efteling. In een klein welvarend land leefde een koning met drie mooie dochters. Twee van die dochters waren bijzonder muzikaal, maar de jongste, Estrella, was dat bepaald niet. Ze kon geen noot zuiver zingen en bij het dansen struikelde ze 10 keer over haar eigen voeten. De koning zond zijn minister van Vrolijke Zaken erop uit om een muziekonderwijzer voor haar te vinden. Die minister had echter weinig zin om de reis te maken en gaf de opdracht door aan de klokkenluider, die op zijn beurt de opdracht doorgaf aan een poortwachter. Ook hij zag er geen heil in om een man te vinden die toch onvindbaar zou zijn, maar op dat moment kwam de hofmandenmaker voorbij. De poortwachter drukte hem een zilverdukaat in de hand en hij kreeg zo de opdracht om voor de koningsdochter een muziekonderwijzer te vinden. De volgende dag vroeg de koning aan de minister waarom hij nog niet weg was om een muziekleraar voor Estrella te vinden. Toen hij hoorde hoe hij de opdracht had doorgegeven aan de klokkenluider, werd de minister op staande voet ontslagen. De mandenmaker kon ondertussen niemand vinden die het aandurfde om de amuzikale prinses te onderwijzen. Totdat hij in een lieflijk kabouterdorpje kwam waar de mooiste muziek weer klonk. Er stond zelfs een holle boom waar een kabouter in zat achter een klaversymbool. Een van de kabouters vertelde de mandenmaker dat ze muziekabouters waren en dat ze alles wisten van zijn opdracht. Omdat hij als enige paraat was om te zoeken naar een muziekonderwijzer, kreeg hij van de muziekabouter een gouden stemvork waarmee hij de koningsdochter kon betoveren. De mandenmaker ging terug naar het paleis, waar op dat moment een groot feest gevierd werd. Hij sloeg de stemvork op een voorwerp vlakbij de prinses, die op dat moment geweldig kon dansen. Bij een tweede slag met de stemvork klonk er een prachtig lied uit het keeltje van de koningsdochter. Vanaf dat moment danste zij zo sierlijk als een ballerina en zong zij zo zuiver als een nachtegaal.
De mandenmaker besloot om het hele verhaal aan de koning te vertellen, die daarop de mandenmaker aanstelde als zijn nieuwe minister van Vrolijke Zaken. De koning stuurde de muzikabouters iedere week een kistje van zijn beste wijn en uiteindelijk trouwde Estrella met de nieuwe minister van Vrolijke Zaken. Ik moet zeggen, minister van Vrolijke Zaken lijkt mij ook wel een toffe baan. Waar kan ik solliciteren, lieve koning? We gaan verder naar het volgende verhaal. En dit verhaal lijkt vooral door de Efteling te zijn verzonnen op basis van het kabouterdorp. En sluit dus wel veel beter aan. Maar in plaats van dat dit dus een sprookje is die gebaseerd is op een verhaal, is dit een verhaal gebaseerd op het sprookje. Het verhaal is te vinden in het groene sprookjesboek van de Efteling. Er was eens een kaboutervolkje dat midden in een groot bos woonde. Hun dorpje bestond uit kleine stenen huisjes, grote woonpaddenstoelen en een holleboom. In die boom woonde Riedeltje, de muziekkabouter van het dorp. Hij speelde elke dag de prachtigste melodieën op zijn piano, die via bijzondere muziekpaddenstoelen door het hele bos te horen was. Speciaal voor het lentefeest had Riedeltje een nieuw liedje gemaakt. De volgende dag had Riedeltje hoofdpijn. Dat kwam vast door de vlierbessenwijn van de avond daarvoor. Riedeltje strompelde naar buiten voor wat frisse lucht, maar pats, de deur viel achter hem in het slot. Tom van me, zei hij, de sleutel ligt nog binnen. Hij duwde hard tegen de deur, maar helaas, deze ging met geen mogelijkheid meer open. Riedeltje ging daarom in het dorp zoeken of een andere kabouter hem kon helpen de deur open te krijgen. Hij gluurde naar binnen, bij het dichtstbijzijnde huis, maar daar zag hij enkel slapende kabouters. Sommigen lagen in een bed en één lag zelfs in een schommelstoel te tutten. Hij besloot verder te zoeken en kwam bij de beek waar een kaboutervrouwtje de was deed. Het was Tobbelientje. Nog voor Riedeltje zijn probleem kon uitleggen, vertelde ze dat ze het te druk had, maar dat hij het maar moest vragen aan Druppel. Riedeltje klopte op de deur, maar nog slaperig kwam Druppel naar buiten en dacht niemand te zien. Dan zal ik me wel vergist hebben, mompelde hij en ging weer terug naar bed. Zo kwam Riedeltje ook bij Dobbertje aan, die aan het vissen was, maar niemand die hem kon helpen of zelfs naar zijn probleem wilde luisteren. Alle kabouters hadden hun smoesje klaar. Riedeltje werd er moedeloos van en besloot een wandelingetje te gaan maken. Bij een meertje ging hij in het gras liggen en viel in slaap. Ondertussen begon het andere kabouters op te vallen dat het zo stil was in het dorp. Waar was de muziek uit de paddenstoelen? En waar was Riedeltje? Ze besloten naar de holleboom te gaan, maar Riedeltje was er natuurlijk niet. Toen werden de kabouters pas echt ongerust. We moeten de deur open zien te krijgen, sprak een kabouter en ze verzamelden al hun kracht. Ze beukten de deur open, maar Riedeltje was nergens te bekennen. Daarop kwam Riedeltje aanlopen en bedankte de kabouters voor het openmaken van de deur. Hij ging achter zijn piano zitten en zong zijn nieuwe lied. Daarmee hebben we volgens mij alles wel besproken wat er te bespreken valt hier in het kabouterdorp. Net als in de andere video's die ik maak over attracties en sprookjes, ben ik ook bij het kabouterdorp wel heel nieuwsgierig of er nog merchandise van is te vinden. Laten we even gaan kijken. Ik ben even in de Oude Marskramer gaan kijken. Van het paddenstoelenparcours op zich is er niet zo heel veel te vinden. Er is een luvielbeeldje van het grote kabouterhuis en van het paddenstoelenparcours. Wel zijn er nog heel veel merch dingen te vinden van paddenstoelen. Er zijn poeven, er zijn sieraden, er is nog een luvielbeeldje van de muzikale paddenstoel. Heel veel van, gewoon kaarsjes, decoraties met paddenstoelen en eekhoorntjes. Ik vind het vooral een beetje sprookjesbos algemeen. Maar paddenstoelen zijn er in ieder geval genoeg te vinden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwe video. Vond je dit nou een toffe video? Druk even op dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En druk even op dat belletje. Dan krijg je een nieuwe melding als ik een nieuwe video online zet. Vergeet vooral niet te doneren voor de winterrun. Volgende week zaterdag is het zover. Ik ben er helemaal klaar voor. Alleen ik kan echt nog wel wat donaties gebruiken voor dit supergoeie doel. Dus doneer zeker nog even. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag terug bij mijn volgende video. Misschien mijn nieuwe nieuwsvideo voor komende maandag.
Toedeliokie.